Vandaag dan weer afgestraft. Als ik dan ook nog op het vermogen, dat is duidelijk. Terwijl hier toch wel wat meer techniek komt bij kijken. Wat ik bij Van de Putten, ik zag hem net in beeld, bewonder, dat is dat fantastisch konden aangesmeerd krijgen. Het mag niet gebeuren en toch. Je gaat vrijwel onmiddellijk na de bocht een eerste obstakel krijgen. Dus onvoorstelbaar belangrijk. Een blitstart moet erin zitten om mee vooraan het veld in te knallen. Kielig is makkelijk herkenbaar. Dat is die groot opgeschoten jongen. En die moet daar wat uitwijken en komt als vierde, vijfde daardoor die bocht heen. Daardoor de engte en Renaat moet daar ergens staan om hem op te vangen. Ja, op het einde van de trechterzone, waar het altijd uitkijken is. En de val, onvermijdelijke gebeurt. En de opstopping, kijk, een chaos van Jewelste. En iedereen wurmt er zich langs. En ja, dan is het moeilijk te zeggen wie waar zit. Maar kijk, die fietsen daar in elkaar, hier helemaal achteraan het pak. Ja, dit is de start die je nooit wil. Dan in elk geval een rampzalig gevoel. We gaan het toch nog eens goed bekijken. Is dat Tom van den Bos niet in de derde positie? Ja, ik dacht het wel. Hè? Ze zijn met twee, nummer 51 en nummer 52, de toon en het hele parcours. Maar je kunt daar niks van zeggen, want ergens moeten ze op een lijn gezet worden. Maar een valpartij, die bocht staat beschreven als zeer gevaarlijk. Daar, zwart. Dat allemaal binnen de kortste weg. Hier wordt er eentje weggedragen en dat is Thibaut de Smet. Renaat. Ja, die omstandigheden die Paul beschrijft. Toch nog altijd een stuk of zeven compact bijeen met Kams, met Bellestone van den Bos, Kielig. Die daar al een tijdje aan het wringen is aan het wiel van Kams om helemaal daar doorheen te geraken. Dan ga ik naar Renaat. Ja, er is er nog eentje die slachtoffer was van die val in het begin, nummer 8, Grégory Carême. En die is nu al de hele tijd aan het lopen. Het is... Aan de andere kant, ja, niemand spartelde tegen. Dus van positie 5 recht naar de kop. Ook Anton Ferdinande zit in de top 7 hier van de Putten, omdat hij deze strook graag heeft. Daar lust hij wel pop van. Kijk maar, die versnelling bergop. Dat heeft hij allemaal in dat lijf. Mooie atleet, breed geschouderd, zoals ik zei. Dat is niet hoe je doet. Ja, man. Ja, maar door, 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 door. Hupla. De bocht is aangemeerd ondertussen. Jan, netjes op tijd om de blonde koers zeker niet te missen. Er zijn er ook al die plaatsen met een overvolgende uitkijk. Met Niels van de Putten en... Hoe bedoel je? Ja, dat heb je me gisteren uitvoerig uitgelegd. Dat is daar wat hoeks, wat haaks. Schoon van de bos, tweede positie, de trappen. Timo Kielig met die aan de kast. Zo gaan ze naar de trappen. Voor ons. Dat zijn prachtige beelden die u kan zien op de grote schermen, op de twijfeltocht. Hier gemaakt met de drums. En dan een bruggetje nog op. Ja, daar had je gisteren een probleem bij de vrouwen. Ja? Ja. Maar deze spelen daar natuurlijk mee. Al gaat dat natuurlijk ronde na ronde wat meer doorwegen. Dat is de logica zelf. We gaan ook nog een tweede materialistische passage krijgen. En dan gaan we met de bocht van de finish. Met glans in kokzijde en dan achteraf ook in Kortrijk. Op toch wel een totaal ander parcours. Dat kan natuurlijk nog altijd komen. We krijgen een vertraagde weergave. Dat is altijd weinig goeds voorspellend. Het is Wout Vervoort die de vlakte op een beetje opgehouden. Ook het nummer 35, Dolf Peemen. Van de Putten, gaat hij demonstreren? Ja, het zit er misschien wel aan te komen. Zijn er stroken dan vooral in de buurt van de Schelde waar je echt veel last hebt met de wind, waar die tegen staat? Zo te merken niet.
Want toen ik vanochtend inderdaad opstand en die felle wind zag, dan dacht ik van, oh, dat wordt geen sinecure om hier alleen rond te rijden. Nee, maar is die nu weer niet wat gaan liggen, die wind? Een beetje zo meer. Zo fors als vanochtend zie ik de vlaggen niet meer tekeer gaan. Waar is Van de Putten? We zijn hem een beetje kwijt. Dat is Toon van den Bos in elk geval. En die gaat heel knap die bergjes op. Maar vooruit is Van de Putten niet. Ik kan zo ver niet zien. Is dit de leider in de wedstrijd? Ja. Ja, dat moet zijn. Dan is Renat. Ja, 6 seconden is de voorsprong van Toon van den Bos daar ploegend in het zand. Het is zaak voor de rest op de boot nu niet te missen. Op ponton is dat moeilijk in elk geval. Dit is toch wel vreemd. Van de Putten tussen twee camera's door. Daar kwam hij uit, dat zou ik uit de bocht. Daar kwam hij uit de bocht en denk ik nu 8e positie. Toon van den Bos, plots noodgedwongen, alleen. Ja, gas open. Ploegmaat achter hem. Het is een van de weinigen die zonder heel veel verval de overstap gemaakt heeft van de juniors naar de belofte. Deed vrijwel onmiddellijk bij de belofte met de betere mee. Dat is altijd een gunstig teken. Alleen is winnen natuurlijk een probleem. Vooral op het niveau van die van ons. Is vaak zelfs beter. Van de Putten is aan jagen toe en met Kiri gaat dat volgens mij niet op haar best. Renat. Ja, de hulpdiensten zijn bezig met een renner die gevallen is. En dat is Thibaut de Smet van Dovikeukens FCC. Maar hij is goed en wel bij bewustzijn. Hier hebben we Seppe Rombouts in dat felle blauw. En hier is Niels van de Putten van de proef van Mathieu van der Poel. Van de Putten toen ook al van de partij op 1.37 goed voor brons in Kruijbeek. Toon van den Bos. Controle houden, jongen. Doseren is een veel te groot woord, maar toch enigszins proberen om dat niveau goed aan te houden. Kleine stipper in de achtergrond van Andreas Koeman. Van de ploeg van Sven Nys komt hier nu in beeld met die wat zwartere helm. Dan zie je Van de Putten daar op de schuine kant helemaal beneden en inhaaljacht. Afroer. Tenzij je natuurlijk enorm getalenteerd bent. Maar Toon van den Bos weet zich op power, op kracht wel vaak te plaatsen in de top 20 in dat soort confrontaties. Dat is een gunstig voorteken. Renat. Groepje Niels van de Putten op 27 seconden van den Bos. Ja, daar is hij toch wel aan het klungelen. Dus daar had je naar boven kunnen rijden. Dat zijn allemaal belangrijke schoenen. Dan is het nog een heel lang eenmansavontuur dat hij er goed gaat op Van den Bos. Bijna terug op het bovenop van daar komt de zijn niks stond van hem. Hij gaat dat is het exacte verhaal van het moment dat hij daar is. Dus maar nog in koers kan komen. Kan Van de Putten pas echt gaan jagen als hij erin slaagt om Kielig bij te halen? Ja, ja, dat is het. Ja, kan hier. Ja. En hier is het eerste brugje. Het eerste brugje. €50, heel even ter informatie. Bij je wegwedstrijden kan dat oplopen tot 5,75. Zoals bijvoorbeeld. Rechtslanding, maar hij moet daar wel wachten. En dan hebben ze daar op het gevoel van een prachtig overzicht van de auto. Op het zicht van de supporters daar is bijzonder draai over de schelden. Zacht uitgedrukt verloren. Ondertussen zit Kierig Kamps wel. Jens Kleines met de rug nummer 10, opgave van Jens Kleines. Om het toch enigszins moeilijk te maken, hier Van de Putten, dat moet het moment zijn waar het gebeurt. Ik denk dat we hier een uitleg gaan krijgen. En het is materiaal pechpol, denk ik. Ja, ja, normaal moet dat dan nu nog. Daar zie je. Ja, effectief. Wil mee, dus hij zit daar perfect in positie. Maar dat we die woorden mogen gaan gebruiken. Dus misschien heeft hij zich ook een klein beetje vergaloppeerd nu. Iets te gretig geweest. Moet hij daarvan bekomen, maar er is geen tijd om te bekomen. Dus hij moet erover of het is voorbij. Kamps is in elk geval niet in staat om het tempo van zijn ploegmaat te volgen. Maar god, de uitspraak wil dat zo.
En daar zit de deur wat op slot, hè? Je van verbetenheid. Ja, gaat er nu wel bij komen. Is dit dan het moment voor de mede-favoriet Niels van der Putten? Nu zit hij waar hij moet zitten, hè? Nu kan hij beginnen rijden. Dus nog twee voorronden en drie kwart voor de boeg. Ja, dan is het hoog tijd om eraan te beginnen. Als je die seconde, daar straks is hij doorgekomen. Ja, bijna 30 seconden achterstand. En twee vast, wat denk je van de situatie? Het ziet er alleszins heel goed uit, denk ik. Jelle Kamps is ook een beetje los nu van Killig. Dus inderdaad, we zijn nu toch wel 1 en 2 afgescheiden. Dus het ziet er wel goed uit, ja. Toon van den Bos lijkt een trapje hoger te staan dan de rest. Ja, hij was ook wel een beetje, hij liep toch een beetje over van zelfvertrouwen eigenlijk. Hij zei mij deze ochtend van, heb je de kampioen erbij? Dus hij was toch echt gemotiveerd om vandaag te winnen, ja. Oké, dankjewel. Dat is natuurlijk wel van lef getuigen. Maar anderzijds, als dat binnen de kern van de ploeg blijft, ja, dan kan dat onder de neus kietelen. Je ziet het verschil in stijl. Altijd die handjes wat losjes op het stuur. Fiets bij wijze van spreken wat meer mobiliteit geven. Woeps, aan het wiel. Is nu podiumrijp. Ja, dat gaat niet lang meer duren. Heel even bekomen weer. Deelt zijn koers wel goed in. Dus men heeft geen rekening gehouden met wat het hem daar kon overkomen met die ketting. Was mee. Echt, dat zou een strijd geweest zijn. Heeft hij met zijn trui hier. De gemeenschappen van de wedstrijd met de dames. Heel veel publiek. Rond de sier uiteraard. Met Carissabon. Terecht. En als je dan nu het zonnetje ziet. Ja, maar hij had toch wel een hele cross, 50 minuten lang moest. Wat te voelen. Maar ik ga door met mijn verhaal van de Putten. Die was de hele. Knikkeren tot het bittere eind ernaat. Ja, dat verhaal van die ongeluk. Bij het verlaten van het ponton naar het moeilijke hoekje, onmiddellijk dat bruggetje over. Daar heb je het tweetal in het blauw, weliswaar geen ploegmaats. Waar de groene loper wat begint op te stroppen. Ja, ze hebben elkaar daar wel gezien. Dus dat is een referentiepunt voor de. Exact. We kunnen bevestigen in de wedstrijd. Het verschil tussen Toon van den Bos en Jelle Kamps. Dat is de trap al. En dan denk ik dat dat zo'n 17 seconden was. Zelf stagneert of dat het hij uitloopt. Zeer weerbaar. Van de Putten vindt het moment gekomen, de man van Brecht, om die van Alke. Dat beter kan bijna niet. Dan denk ik vaak, er zit nog heel wat progressie op. Goeie moment ook. Ja, Renat. Ja, we zijn net voor half koers en de leider in de materiaalzone luistert wat met de penningen roept. Guido van onder. Nou ja, laat hem maar trekken nu. De man met de blos. Het loont de moeite om vandaag heel diep te gaan. Inzoomen op de kleine van boord Meerbeek. Jelle Kamps. Bij de juniorencategorie een van de beteren, zoals ik al zei. Niels van de Putten, geconcentreerd. Dat gaat zelfs niet meer wijzigen. Het podium zoals het er nu bij zit. 5 en 10 is eigenlijk al flirten met het gevaar. Hier is Kirig voorbijgereden door Ferdinande en door Belles in de omgekeerde orde van de Putten. Wat gebeurt er hier? Ferdinande? Nee, hij houdt het niet. Hij redt het niet in zijn voor. Ja, geraakt het er niet goed uit. Ja, geraakt er niet goed uit en dan. Laten op te nemen. Er was dat interview met Michael van Toornhout. Ik schakel even door naar de profwedstrijd. Zeggen de anderen dat ook? Zeggen die allemaal is er bit? Ja, dat kwam er nog netjes door. Ja. Van de Putten is op komst, Jelle Kamps. Dat zie je. Renat. Ja, als we dan toch doorschakelen naar de profwedstrijd, even het woord van een man die de VIP-zone ontvlucht is en zijn botten heeft aangetrokken om tussen het gewoon volk te komen. José de Kouwer, wie wint de profwedstrijd straks? Dan zou ik denken aan Laurens Wicks. Hij wel net zo goed had kunnen winnen als wat van Aert zelf. Dus ik heb zo het gevoel van, dit zou wel eens de dag van Wicks kunnen worden.
Dankjewel, en geniet van de cross. Oké, Zweek doet het met 1S, José. Van achter die kun je laten vallen. Kamps. Nog altijd op jacht op Toon van den Bos. Ja, en levendiger als ooit. Valt niet stil. Er zit wat meer beweging in de bovenschouders. In het hoofd. Vol galet tot aan het in het draaiken en dan misschien dat hij nog. Ik heb vandaag dat hoekje om. Dat... Dat stukje waar ze haar eerste voorsprong verloor. Ja, dat is waar. Desondanks werd ze makkelijk Belgisch kampioen voor de 11e keer. Ik heb de indruk dat het daar iets makkelijker nu ligt. Een spoor gecreëerd. Nog altijd wel een link als je met 2-3 naast elkaar zou gaan rijden. Dus maar de meesten zullen dat wel proberen te vermijden. Ik kan van Toon van den Bos bezwaarlijk zeggen dat hij een volkomen outsider is. Dat is namelijk eigen aan deze categorie. Een categorie die sterk aan elkaar hangt. In tegenstelling tot die van de junioren. Dat is half gelukt. Ja. Maar wel een zeer goed idee op dat ogenblik. Doet hij dat perfect? Kan hem eigenlijk zelfs niet helpen of raad geven. Hij blijft rusten. Zijn rustperiode, relatieve rustperiode, in acht nemen. Naar beneden bollen, beentje stil. Die komt hier nu aan en dat is op 22 seconden. Hoe zit dat met de jongste resultaten van? Nog altijd veel zwier. Hier nog eens even nachecken of alles loopt zoals het moet. Dat is ver genoeg, me dunkt. Is daar ook al ferm uitgesleten, hè? Ik stel de vraag nog eens die ik gisteren gesteld heb. Moet er gewalst worden? Nee. Het is specialistenwerk. Of gefreesd? Zie maar eens hoor, dat ze de slangenbeweging eigenlijk... Geen machine is erop straks? Zou dat niet doen? Nee, gaan ze ook niet doen. Ik heb er ook niks van gehoord. Terwijl het van de putten nu toch wel... Het is dat altijd wel gevaarlijk spel... spelen. Iemand laat rijden van de ploeg achter de man die dat vooraan, die man vooraan, die wordt er eigenlijk wat nerveus van. Dat is echt kopieboekwerk, hè? Van de Putten, wat hij daar doet. Twee keer ijzer na uitbal. Die hellende de bocht in, dat doet hij ook hier weer. Daar gaat hij even bijpikkelen. Maar... rijdt hij er nu van weg. En het gaat gevooruit, het gaat echt voor. Het zijn de mannen met lengte die hier voor baas spelen. Ik wil dat punt nog eens zien. Kruisen. Nog altijd wel aan het wiel nu, Kamps. Ja, maar ze zijn meteen fataal. Ze zijn... Nee, het is niet gereden. Dus zoals Van de Putten nu rijdt, moet je zeggen, dit is straffer dan zijn openingsronde. Gaat tekeer als een... En het is Niels Van de Putten. Punt speelde, is Van de Putten nu ook met de klap een stuk dichter gekomen op deze leider, ja, Toon van den Bos. Ja, wordt nu maar even heel groot, Toon. Begin maar te trappen, alsof dat het over 100 meter aankomst is, want je moet nu uit je pijp komen. Wil je winnen tenminste.
Renat. Ja, Van de Putten ontketend in de zone, de laveer. Heb je dan, hè, als je eilandjes creëert, wagonnetjes achterlaat en dan van het ene naar het andere kunt rijden? Nog eens omgekeken. Iedere keer weer die reflex, dat omkijken. Hij strekt wel de rug. Ook bij hem begint het gaan door te wegen. We zitten op 10 seconden. We gaan naar 11, naar 12. Dat moet een goede 12 à 13 seconden zijn straks op het computerscherm. Dat is, laten we ongeveer geweest zijn. Ik moet wel zeggen dat Van de Putten dus in het zand de laatste passages was hij enorm sterk. Ja, het is nu zo dat bij ieder indraaien van de bocht, Van de Putten, Van den Bos voor hem uit ziet rijden. Wat een inspanning in de achtergrond van Kamp. Ja. In elk geval nu al de petjes af, hoor, voor die inspanning. Er is een vorm van berusting geslopen, is mijn indruk hier in de lichaamstaal van de eerste achtervolger van Niels Van de Putten. Ja, doe het maar, hè. Als je dat ontleedt, dan heb je altijd de indruk dat hij veel in slow motion doet. Dat is niet waar, natuurlijk. Nee, totaal niet. Maar dit, je moet er geen tekening bij maken, dit had echt een thriller geweest, hè. Die twee met dezelfde benen, met dezelfde tegenslagen. Daar heb je een punt. Ja, dat zou wat geweest zijn. Dat klopt. Kams onderaan de trap, Van de Putten bijna boven Renat. Ja, nog eens luisteren met de penningen in de materie. Net voor een zandstrook. Dan toch daar maar voor zekerheid kiezen. Al zal hij wel gedacht hebben van, misschien kan ik dat op het hoekje. Dat had gekund, iets verder dus. Maar je kunt beter op tijd afstappen. Alvorens dat je het niet meer haalt en dan lig je daar op je buik. Dat is nog wat minder natuurlijk. En de kans op materiaalpech uit je hoofdrammen ploegt zich door het lange rechte stuk. Daar heb je Van de Putten die nog altijd oogverblindend over het zand gaat. Dat gaat nog altijd met een versnelling naar het einde toe. Dat is nog altijd niet gerust. Als je dan in de plaats van Van de Putten kijkt en je kijkt achterom van hij is er al. En dan word je weer wat nerveuzer misschien, maar hij heeft het wel heel goed onder controle, moet ik zeggen. Ik zal straks vertellen dat hij zich toteloos gereden heeft. Denk ook aan de uitspraak van Thibaut Nijs, die gisteren zei, want het is hier echt wel koers geweest, hè. Ik ben er echt kapot van de race bij de juniors. Ondanks mijn winst, die ook waarschijnlijk makkelijk leek. Daar is die groef al bijzonder diep. Daar raak je met je voorwiel in. Ja, en je ziet tot wat je eigenlijk straks verplicht wordt. En ook nu, hè, rij er niet door. Je hebt 5 seconden aan je broek en je hebt heel het peloton. Ja, man, ik heb een andere te huur. Tweestrijd. Wat is het verschil? Wat? Ja, nee. Hij gaat binnenkomen op 4 seconden. Dus Toon van den Bos is de winnaar. Maar echt, hij gaat heel kort komen nog. Het trapje op. Maar het meeste is voorbij. Dan een rechter. Ambetante hoekje. Hier het bruggetje op. Het tricolore bruggetje. Met de neus haast tot op de voortube. Komt nog wat closer. Dat is recht. Probeert hij echt om het leven machtig te maken. Antoon van den Bos. Spannend slot van dit WK bij de Kronen. Bos nu enkel die rotstrook nog. Dat vet waar dat precies wat varkentjes gevroed hebben hier. Verzuring spat uit de oren. Hier doorheen geraken. Ook van levensbelang. Enfin, als je kampioen wil worden toch. Dan weer die snelheid halen. Oh, daar heb je Van de Putten al. Daar heb je Van de Putten al. Dat zijn al die 4. De doorgang van Van de Putten zal geluid aangemoedigd daar. En het lijkt wel dat hij nu mag onderstroom kan proberen. Ja, ik weet het wel. We gaan naar de laatste bos. Oh, we gaan denk ik dat we een samensmelding kunnen zien. Wat kan die eerder? Oh, hij hoor. Van de Putten.
maar nummer 1. Nu haal je dat stukje lille op en af van de putten als een vliegmachine. Hij zit op het wiel. Hij zit op het wiel. Niet in slaap vallen. Wie een fout maakt is gezien. Slippen kan een ramp zijn. Wat risicorijker nu bij Tom van den Bos. En dan het sprintje was medaille hier aan het eind. Maar het is eigenlijk ook wel de logica zelf. Van den Bos, goede 5 ronden, moeders hier alleen. Van de putten alweer met risico door die bocht. Nog eens jachtig doen. Van den Bos houdt hem nog altijd af. Het gaat nog altijd over een seconde of 2 à 3. En dan nog eens omkijken. Zit er nog wat in? Geen fouten nu, geen fouten nu. Daar zit hij op de harde. Dan moet hij het kunnen afmaken. Dan moet hij het kunnen afmaken. Natuurlijk gaat de man in het blauw nog een sprintje neerplanten om u tegen te zeggen. Maar er helemaal bij geraken, dat gaat niet meer lukken. Toon van den Bos wordt Belgisch kampioen bij de belofte 2020 hier in Antwerpen. Het was uiteindelijk nog nipt. En een fantastische tweede met Niels van den Putten. De inhaalrace van misschien wel deze kampioenschap. Amai, mijn oren. Wat was dat? Jelle Kamps wordt uiteindelijk derde. Asfalt 1, Toon van den Bos zonder tussen en Toon van den Bos 2, Niels van den Putten. Ja, ja. Supporters door de dolle heen. Ja, 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 ja. Nummer 51. Het kwam erop aan, maar het is... Er zit wat logica in. Daar heb je die bestemde trui al. Daar heb je de kleine pennen die Jurgen Mettepenning heeft. En dan heb je hier Jelle Kamps op een derde plaats. Mooi gereden. De tweede van Kokzijde wordt in het zand van Antwerpen op Sint-Anneke. Derde. Hier leef ik dan ook weer mee met deze jongen. En ik weet niet of de vierde al binnen is. Maar het is toch wel een wuit zeker. Aha. Matthijs Wuits, vierde. Die is van ver gekomen. Dat mag je. Nobelles, ploegmaat van de winnaar. Met de eerste, de tweede en de vijfde ploeg van de dag bij de belofte. Kielich heeft dan toch nog geknokt. En Kielich wordt hier zesde. Goeman is zevende. Dan hebben we Rombouts op 8. Dan hebben we Siebens op 9. En dan krijgen we Arne Vrachten op 10. Aan het eind. Hij komt hier voor Bekaert. Een van de nevenfavorieten, Bekaert. Vooraf toch. Komt hij hier over de streep op plaats